Nu hoef je nooit meer kruidenboter te kopen. Met dit fantastische recept maak je het in een handomdraai zelf. Om de kruidenboter te maken roer je eerst de boter zacht. Vervolgens voeg je daar de kruiden aan toe, dus de tijm, het geperste teentje knoflook, en als laatste gaan daar de gehakte peterselie en bieslook bij. En dit roer je dan goed los. Uiteindelijk breng je het op smaak met peper en zout. En dit kun je dan weken goed houden in de koelkast. Of natuurlijk direct serveren bij een stokbroodje.